Het was dan net heel donker in onze huiskamer geworden, want in de winter gaat de zon al heel vroeg onder. Toen heb ik deze twee kaarsen aangestoken en meteen werd het al veel lichter in de kamer. Hebben jullie dat ook al eens geprobeerd? In een pikdonkere kamer is één kaars soms al voldoende om de duisternis te verdrijven. Als je goed kijkt, dan zie je dat het vlammetje zachtjes heen en weer beweegt. Het is alsof het vlammetje omhoog wil klimmen. Maar de kaars, die wordt alsmaar kleiner. Toch flikkert het vlammetje dapper en het lijkt soms alsof het zou willen groeien. Men zegt wel eens dat zo'n vlammetje op onze ziel lijkt en de kaars op het lichaam. Het lichaam wordt stilaan ouder en ouder, maar het vlammetje blijft altijd even levendig en dapper doorbranden. Het wordt niet minder sterk als de kaars verder opbrandt. Het blijft zijn warmte en zijn licht verspreiden. Onze ziel wil net zoals het vlammetje alsmaar omhoog klimmen. Want een ziel wil zich steeds beter gaan gedragen en naar Gods wil leven. Het vlammetje geeft licht en warmte en onze ziel wil ook graag het goede doen en vreugde en vriendschap uitstralen naar de mensen om ons heen. Laten we dus in deze donkere dagen allemaal een lichtje zijn en God dienen met onze goede daden.